Heel goedemorgen en welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Vrijdag sloten de indices in de VS in navolging van Europa stevig lager met verliezen van rond de 1,7%. De rente voor 10 jaar geld schoot verder omhoog tot 3,75%. En opnieuw zien we de Amerikaanse munt aantrekken ten opzichte van de andere belangrijke munten. Uiteindelijk dwingt dit andere centrale banken tot actie, terwijl die al in een spagaat zitten om de oplopende inflatie te bestrijden. Een hogere rente kan namelijk weer fataal zijn voor de economische groei. En daarmee dreigt een nieuwe valutacrisis. De aandelenkoersen gingen over een breed front lager. In Japan liet de dienstensector wel weer wat groei zien, maar zorgen zijn er vooral over de zwakte van de nationale munt de yen. Deze zakt steeds verder weg tegen de dollar, terwijl de centrale bank weinig kan doen met een beperkte groei van de economie en relatief lage inflatie nog. Indices in Azië gingen over een breed front onderuit met verliezen van 2,7% voor de Nikkei en Kospi-index. Bij de Chinese indices bleef de schade beperkt tot 0,5% verlies. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een onveranderde tot iets hogere opening. En zoals verwacht maakt Italië na de verkiezingen een ruk naar rechts. Met 25% van de stemmen was de partij van Giorgia Meloni de grote winnaar. Het rechtse blok binnen de Italiaanse partijen kreeg in totaal 44% van de stemmen. En vanmiddag spreekt Christine Lagarde en morgen geeft Jerome Powell een speech. En na Shell krijgt ook Unilever een nieuwe CEO. Alan Jope zal in de loop van 2023 het bestuurstokje doorgeven. Op de agenda vandaag IFO ondernemersvertrouwen uit Duitsland en vanuit Chicago de FED-index. Dan zien we Deutsche Bank zet DSM op kopen koersto 170. Goldman zet ING op kopen koersto 15. Berenberg zet Relax op houden koersto 26. En Jefferies zet Shell op kopen met een koersto van €36,60. En morgen is er weer Markets Update van BNP Paribas.